Dat beeld eigenlijk wel. Yeah. Daar zijn we al. Daar zijn we alweer. Volgens mij, ja, het geluid werkt. Ik hoop dat het geluid iets harder is. We hebben geprobeerd het te tweaken. 20%. Wel 20%. 20% harder staat. Oh, ja, 20%. Ja, ik weet het niet. Koersen zijn ook gestegen, dus 20% is 20%. Ja, dat was een mooi weekje. Ja, het was een heel mooi weekje. We hebben leuke dingen meegemaakt in de Bitmax Challenge. En een hoop mooie cijfertjes gezien. Ja. Vooral Ripple. Gisteren al eventjes aangekaart in de tussentijdse update. Ripple extreem. Ja. We hebben gisteren stond hij op 64,5%. Nou, dat hebben we dit jaar in de top 5, top 10 coins hebben we dat volgens mij nog niet gezien. Hij stond zelfs even op de nummer 2. Hè. Hij was voorbij de Ethereum gegaan. Ja. Dadelijk heb ik ook een kleine technische analyse ervan. Ja, gewoon leuk. Gewoon een goed weekje. Gewoon mooie cijfertjes gezien. Sentiment zit er weer een beetje in. Wat ik ook opvallend vond. Ja, daar zat gewoon momentum in. Vanaf het moment dat die drop is geweest eigenlijk. Ja. Ja. Vanaf dat moment is die eigenlijk keer op keer wel omhoog. Even stabiel omhoog. Even stabiel omhoog. Even stabiel. Hij is wel... Ja, weet je wat het is? Het is wel... Ik heb nog mijn vraagtekens erbij, maar daar kom ik zo even op. Ik zit gelijk de chat in de gaten te houden op de telefoon. Geluid is prima. Oh, nou, dat is top, want dat is... Ja, we hebben geprobeerd het weer aan te passen, omdat het te zacht was elke keer. Maar volgens mij moet het nu goed zijn. Kijk, we hadden de week daarvoor hadden we een weekje rustig, maar de week daarvoor was die echte drop-off. Toen was echt had je weer echt die angst. Ja. En die angst is nu totaal verdwenen. Maar ja. Ik wil de mensen dadelijk wel even op een scenario wijzen. Dat je toch altijd alles in je achterhoofd moet houden. Ja. Ik zag al gisteren en eergisteren vooral. Ik zag heel veel FOMO overal. Ja. Ik zag echt al, we gaan, dit is het eind. We gaan omhoog. We hebben het gered. Ja, ik las ook heel veel, ook in de chat bij ons wel, jongens die zeggen, de boeren is begonnen. Ja. Boeren, dit is nou een boeren. Nou, dit is helemaal nog geen boeren. Dit is echt het is gewoon een bullish movement en dat is prima. Maar dit is nog zeker geen boeren. Als het een boeren is, geloof me, dan merk je dat wel. Dan merk je het. Dan merk je dat. En wat Randy ook zegt, ja, allemaal pikkies die zeggen gelijk Ripple... $200, $300, Ripple 20k zelfs heb ik gehoord. Nee. Ripple naar 20k. Ik had gisteren een voorspelling inderdaad van Ripple $300. Als Ripple $300 zou worden, dan zou dat gelijk staan aan al het geld wat daar op aarde is. Ik had dus het gisteren, dat kan helemaal niet. Ik had het gisteren even met Lex Rode over. En ik persoonlijk, en Lex, ja, we lagen daar wel redelijk op één lijn, denk in een zeer gegroeide cryptomarkt. Ja. Dus als de cryptomarkt echt naar triljoenen gaat en echt groot wordt, ja, dat je Ripple realistisch gezien ergens kan verwachten tussen, ruim gezegd, hè, tussen de $10 en $100 ergens. Ja, vind ik wel heel hoog. Dat is heel hoog, maar in een cryptomarkt die echt gigantisch gegroeid is. Ja, maar dan heb je het echt over een aantal jaar. Dat gaan we niet short-term dat gebruiken. Gaat niet binnen een jaar gebeuren. Nee. Maar echt in een volwassen cryptomarkt waar triljoenen in zitten, dan is dat misschien haalbaar. Zo. Misschien. Ja. En dan heb ik het over tussen de 10... Een $5 tot $8 in de aankomende jaren is wel te doen, denk ik. We hebben een all-time high gezien van rond de $4. Dat is wel te doen, denk ik. Ja. Maar wat meer mijn punt is, mensen die zeggen 20k voor Ripple, gaat met deze coin metrics, gaat dat echt niet gebeuren, hoor. Nee. Gaat echt niet gebeuren. Maar ja, de groene cijfertjes zijn toch aanwezig. De groene cijfertjes. De dubbele cijfertjes, die hebben we echt een tijd niet gezien. Ja, was wel leuk. Ik heb een paar leuke trades gemaakt. Ook voor de trade challenge. Maar daar wil ik niet te veel over op ingaan nu. Maar vind ik gewoon leuk. Ja, weet je wat ik niet leuk vind? Nou. Jij vraagt vanmorgen gewoon, laat je account even zien. Ik laat helemaal niks zien. Nee, dat is niet volgens de regels, hè? Nee, ik laat helemaal niks zien. Ja, maar ik wil altijd een beetje... Nee, je krijgt niks zien. Beetje volgens de volgende update. Maar ik heb vannacht een goede trade gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Hoe hoog ben je ingestapt dan? Dat zeg ik niet. Nee, ja, ik heb vannacht ook een leuke trade gemaakt. En ik ben uitgestopt vannacht. In de week. Yeah. Dus ik heb een leuke trade gemaakt. Lekker nog eens. Maar ja, het wordt wel spannend. We liggen wel dicht bij elkaar elke keer. Het is toch gewoon grappig. Het is gewoon leuk om te doen ook. Ja, maar dit is, weet je, gewoon voor erbij. En ja, om eventjes ook het serieuze los te laten. Het is gewoon leuk. Heel leuk. Goed, orde van de dag.
Ja, verder rest de markt. Ja, we kunnen nu wel kijken, maar nu ziet het er een beetje... Ja, maar dit is normaal, hè. Kijk, we hebben twee, drie dagen echt goede, flinke cijfers gezien. Dan is even een adempauze, is goed. Ja, een technische analyse, daar wil ik nog niet te diep op ingaan. Nee, ik heb gisteren zelf een beetje te tekenen, wat ik gisteren in de update ook al zei. 7400 is wel een cruciaal niveautje. Ja. Als we daar doorheen komen, dan breken we de lange beertrend eigenlijk. Ja. Ja, en dan is dat wel een indicator om iets te... Nou ja, weet je wat het is? Ik geef niet heel vaak zekerheidjes, maar als wij door de 7400, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, dan gaan we. Ja. En dan zeg ik niet dat we naar de 20 graag gaan, maar ik zeg dan krijg je een hele mooie run. Een hele mooie rally. Ja. Even kijken, zien we nog meer de kleine winstnemingen. Even adempauze. ADA op 310. Ja, ik teken ervoor. Ik heb nog wel een plukje. ADA op 310, dat zou mooi zijn. Dan gaan we met Lex naar Portugal, denk ik. ADA op 310 staat. BTC drop verwachting, short term. Short term verwacht ik inderdaad wel dat we iets omlaag gaan. Misschien dat we de 6800 nog opzoeken. Maar ik verwacht wel na zo'n stijging dat we ook wel een klein stapje terug gaan nemen nog even. Ja, denk maar ik. Dat is ook wat ik bedoel met de FOMO. Eigenlijk kikt hij nu, hij kikte heel snel in al, de FOMO. Ik vond dat hij echt heel snel. Ja, maar ja, dat zeg ik. Wat is FOMO? Mensen hebben het al over boeren en over FOMO. Dit is nog geen FOMO. Dit is nog geen boeren. Nee, oké, maar je zag toch al de eerste tekening weer. Ik snap wat je bedoelt, maar dit is toch nog geen Facebook FOMO. En weet ik FOMO is echt, mensen worden lijp, willen de boot niet missen en dan heb je alleen maar groene raketten gewoon. Nee, maar ik zag gisteren wel op het is een bullish movement maar het is geen FOMO. Chat en Telegram. Zo durf ik het nog niet te noemen. Dat er heel veel mensen al in Ripple gingen instappen. Ja. Terwijl die 100% gestegen is. Ja. Ja, dat is vraag om problemen. Ja. Wat Michel ook zegt in de chat. ETF. Ik vind het mooi wat er gebeurd is. Ze hebben hem uitgesteld. Maar ze waren wel positief. Ze willen alleen meer feedback hebben vanuit CBO en Solidix en Van Eck. Ze hebben bepaalde vragen die willen ze beantwoord hebben. Maar ze zijn wel positief. En wat doet de koers? Ja, de niks negatiefs. Maar weet je wat het is? Nee, dit maar je had verwacht. Uitstel, bam, gaan we weer omlaag. Ja, maar even serieus. Ik vind dit positief. Iedereen wist, echt iedereen dat wist, dat hij uitgesteld zou worden. Tuurlijk. Dus het was maar gewoon vals nieuws. Je verwacht toch, als het gebeurt, dat de koers weer omlaag gaat. Okay. Op dat soort dingen reageert de koers altijd. En de koers heeft op deze manier gewoon volwassen gereageerd op zo'n uitspraak, vind ik. Ja. En dat vind ik een positief teken. Ja. Ze gaan nu 1400 comments reviewen. Ja, ze gaan de comments reviewen en ze willen feedback over bepaalde dingen die in de opstelling staan. Hoe ze daarop gaan reageren. Ja, maar weet je wat het is? Er komt in november, volgens mij, komt Bakt ook. Ja. Is ook gewoon een heel mooi voorstel. Ja. Heeft Dries ook een stukje over geschreven op de website. Ja, dus er zit gewoon wel... Weet je, kijk, tuurlijk, die ETF is leuk als hij er komt. Maar dat hebben we ook al vaker gezegd. Komt hij er... Weet je, we hebben hem al die jaren niet gehad. Hebben we hem nodig? Het is misschien beter. Maar we hebben hem niet per se nodig. Dus andere alternatieven die komen er ook gewoon. Ja. Ik moet wel even zeggen... Je zit wel erg relaxed in een nieuwe studio. We zitten echt alsof we lekker op de bank zitten. Het is gewoon echt... Het is beter, ja. Het is echt top. Ja. Nee, interessant allemaal. Zal ik beginnen met de analyses? Ik zal zeggen, gooi er eens even uit wat je getekend hebt deze week. Ja, ik heb volgens mij niet heel veel getekend nog. Ik heb hier wat lange termijn... Lange termijn? Yo, wat doe je? Ik heb hier wat trendlijnen staan. We zien sowieso een afzwakkende beweging in de RSI. Dit is de lange termijn beertrend waar we in zitten. En wat short term... positieve trend. Ik heb ze even van dun naar dik gemaakt. Die kunnen eventueel wat steun bieden. Je loopt een klein trendlijntje. Ja, gaan we echt naar beneden? Denk ik niet dat dit steun gaat bieden. Dan kijk ik eerder naar dat niveau, ja. Het middelste niveau. En dan hebben we nog echt het noodscenario niveau. Die staat hier nog ineens op, joh. Nou, die staat lager. Ja. Ja, die staat eigenlijk al te laag. Dan ben je eigenlijk al door de steun heen gebroken. Want de steun ligt op... 7,5800. Ja, ongeveer. Dus dan zou dit voor mij
nu een belangrijker level zijn. En dat komt ongeveer wel overeen ook met de orders die ik heb staan. Dit prijsgebied gaat zwaar verdedigd worden. Daar komt echt prijsactie doorheen. Ja, dat is een gebied waar ik mijn longs op in zal zetten in ieder geval. Tuurlijk, ja, kan het er doorheen en is het een risico. Maar als je ergens positie wil nemen, dan doe je dat altijd aan de bodem of aan de top of de range. Dan maak je uiteindelijk het meeste winst. Ja. Je loopt daar ook het minste risico. Want als jij gewoon een strakke stop los erboven stelt, ja, dan stel je jezelf veilig. Ja. Betere trade movement kan niet plaatsvinden. En dan hoor je eigenlijk al waar ik aan het kijken ben nu. Ik kijk persoonlijk zelf nog niet heel erg hier. Tuurlijk, ik zie dit. Ik heb dat al aangetoond in het filmpje volgens mij van de week. Maar wacht, hij staat op magnetisch. We hebben een higher high. Ja, dat is... Ja, dat is bullish. Dat is gewoon heel positief. Ja, maar dat is ook een van de eerste keren, geloof ik, toch? Ja, kijk, en wat ik nu wil zien eigenlijk, is dat we ook een higher low neerzetten. En dat we dan zo'n, ik denk dat hij de eerste keer nog niet doorheen gaat, zo'n beweging kunnen maken. Ja. Dan wordt bullish. Want hier hebben we natuurlijk nog dat hele mooie lijntje, laten we zeggen. Zie je, 7400. Ja. Als we daar doorheen gaan. Dat bedoel ik. Dan ben je echt uit die oude beertrend. Dan is het slingers. Dan gaan we zeker slingers ophangen. Maar Michel zegt ook, ik wacht nog even de driehoek af. Cardano crypto. Gaat wel erg nauw worden nu. Zoomen we eens uit? Ja, maar weet je wat het is? Ik zal even dit allemaal weghalen. Wat ik zelf ook al... Er zijn meerdere driehoeken. Dus ik heb dat even zo getekend. Ja, maar buiten die driehoeken gelaten. Als je hem helemaal uitzoomt. Zo zat ik gisteren even te kijken. De koersbewegingen worden steeds kleiner. Ja, maar ja, dat kan je hier ook wel aan zien. Ja, ja, inderdaad. Je hebt steeds kleinere boogjes. Dus ja, waar gaan we nu naartoe? Je ziet dat hij eigenlijk nu het eerste sprongetje van misschien een nieuw boogje alweer maakt. Maar ik denk persoonlijk dat de prijsactie die we de afgelopen dagen hebben gezien. Ik was eerst best wel bullish erover. Maar hoe die tot stand is gekomen, denk ik dat daar een dikke vinger in de pap zit van een paar grote partijen. Manipulatie. Het ging echt, als je naar de levels kijkt, het ging zo gecontroleerd. Ja. Ik ben bang dat we misschien best wel, dat hebben we ook meerdere keren gezegd, dat we echt nog echt de onderkant van het kanaal moeten opzoeken. Ja, maar wat Michel ook zegt, daar ben ik het wel mee eens. Het wordt steeds, de druk wordt steeds hoger in die ketel. Ja. Absoluut. Je ziet dat de bewegingen worden steeds kleiner. Ja. Dus die druk wordt steeds hoger. Dus er moet dadelijk een uitbraak komen. Ja, en ik denk ook dat dat de beslissende uitbraak is voor het komende zeker half jaar. Weet je, als wij naar beneden gaan breken, dan verwacht ik niet, oh, we gaan daar even beneden en dan is het een wick en komt hij er omhoog en dan knallen we dan met de volume. Niets voor. Dan kan het. Maar sluiten we echt candles onder die range, dan ga je voorlopig die range niet meer zien. Nee, dat is niet goed. Ja, en daarvoor hebben we middelen zoals short. Dan zeg ik ook gewoon tegen de mensen, gooi dan echt je scenario om en ga er naar traden. Ja. Weet je? Ja, dat is zeker zo. Is de verbinding nog goed bij jullie? Ik hoop dat die bij jullie nog goed is. Bij ons is de verbinding prima, zover ik kan zien. Krijgen ze onze OBS? Volgens mij is het allemaal prima, toch? Ja. Bij ons ziet het er goed uit, niet gek. Wat is er mis eventueel anders? Misschien wilde Lex rekening betalen met Cardano en accepteerde ze dat niet. Zou kunnen. Ja, prima. Top. Perfect. Prima. Oké. Ja, daar ligt het dus niet aan. Heb je ook een zwarte hangen? Een zwarte wat? Een zwarte wat? Even wat winstnemingen nu, hè? Ja. Als we misschien... Even kijken of we dat kunnen vinden. Oh, zwarte modem. Nee, hij zei gisteren toch dat hij in wit had. Ja, ik heb het gelukkig kunnen regelen. Michel, top. Thanks voor de tip. En ik ben gelijk gaan chatten met ze. En wordt geregeld, wordt opgestuurd. Dus dat is beter. Want internet thuis is af en toe echt een drama met die oude rot modem. Maar goed. Ze hebben heel even geprobeerd om dit level vast te houden. Dat
zijn ze wel in geslaagd? Was dat het duivelse level? Nee, ja, dat ligt rond die 6666. En dat is meer een mem level. Is in principe geen technische weerstand. Maar een rollig dingetje, omdat 666 natuurlijk het getal van de duivel is. En dan willen ze die op een of andere manier vasthouden. Kun je nagaan dat er gewoon grappig over gedaan wordt eigenlijk. Ja, maar weet je wat is? Dat zijn, weet je wie dat doen? Dat zijn gasten die zitten nu 4-5 jaar in bitcoin. Die hebben een bitcoin voor een paar dollar gekocht. Ja. Die hebben misschien 500 bitcoin op hun balans staan. Die kunnen dat soort grapjes uithalen, weet je? Ja. Ja, waar kijk ik zelf naar short term? Ik denk toch... Punt 38? Ja, retracement hier ergens. Liefst wel... Als het sterk wil ogen dat we net hierboven blijven. Dus misschien ja echt net de 6600. Dat zou sterk zijn. Dan blijven we boven die vorige high. Ja, dan ga ik wel... Bullish worden. Dan ga ik wel bullish worden. Maar nog wel gematigd. Ik zal het nog maar een keer herhalen voor sommige mensen. Bullish worden betekent niet gelijk dat je in een boeltrend zit. Of in een boeren. Nee, jij maakt gewoon gebruik van de beweging die nu gaande is. En daar profiteer je van. Nee, maar je hoort gewoon veel te snel. Ik snap het ook wel. Kijk, voor veel mensen is het ook nieuw. Maar je hoort gelijk, oké, dat boeren. Ja. Maar het is helemaal nog geen boeren. Ja, when Lambo, when Moon. Je merkt het echt als de boeren is. Ja. Geloof mij nou, dat merk je echt. Ja. Dan gaat het niet met $100 per dag. Dan gaat het met $1000 per dag. Ja. Want dat ging toen echt heel hard. Ja, het ging heel hard. Wel trouwens een interessant plaatje gisteren gedeeld door Lexco. Misschien hadden we die er even bij moeten pakken. Zo. Dat was ergens open is dan. Dat vond ik een interessant plaatje, vond ik dat. Deze was dat volgens mij. Ja, inderdaad. Volgens mij zijn dit namelijk de dagen die groen en rood zijn afgesloten in crypto. Ja, en kijk dan eens naar het laatste gedeelte van het jaar, vanaf oktober. Ja, ze... aardig groen moet ik zeggen. 2015, 2016, 2017. Het laatste kwartaal van het jaar ziet er gewoon groen uit. Nogmaals, is helemaal geen garantie voor de toekomst, het verleden. Nee, het kan zomaar zijn ook dat hetzelfde wordt als 2014. 2014 tuurlijk. Was natuurlijk het Mt. Gox gebeuren. Dan was het slechte jaar. Dit jaar hebben we ook overwegend... dat. Kijk, dit eerste patroon, als je dit kijkt, de eerste helft... komt meer overeen met dit scenario. Dus... data uit het verleden is nooit een garantie voor de toekomst. Misschien ook weer een dikkere versie van dit scenario. Ja, je weet kan, het niet. Dat kan. Maar het ziet er inderdaad interessant uit. En nogmaals, geen garanties voor de toekomst, het verleden. Maar ja, het zou een... Kijk, ik snap wel waarom mensen met dat gevoel in een dat gevoel hebben van... het eind van het jaar van crypto is altijd goed. Dat klopt gewoon. Want de laatste 3 jaar is dat ook gewoon daadwerkelijk gebeurd. Gaat dat dit jaar weer niet weer gebeuren? Ja, dat hangt... totaal af hoe we in deze prijsrange gaan reageren. Als ze dit gebruiken als TA, van vanaf oktober moeten we even inslaan. Ja, kijk, dan dat wel. Goed. Gaan we boven die 7400, dan weet ik zeker, dan komt er een top einde van het jaar. Gaan we onder de 6K, dan komt er gewoon een kut einde van het jaar. Ja. Dat is gewoon... Het is wel een spannende tijd nu. Oké, er is weer een hoop gezegd. Wordt scheidsziek van het gejank om een paar procent. Ja, is ook zo. Als het 10% omhoog gaat, zeggen ze boeren. Maar dat... zo werkt het helaas niet. Gisteren ook, Ethereum 6% omhoog. Jawel, ja, inderdaad Lex. Mooi plaatje, heel leuk. We gaan 2014 herhalen, zegt onze Cardano Crypto. Ja, nou ja, dat kan. Het kan. Ja, daar moet je niet voor afsluiten. Het kan inderdaad. Kijk hoor, dit zijn mijn leveltjes van BitMEX. Even, jij moet je ogen even dicht doen. Wat is dat? Nou ja, dit zijn mijn leveltjes. Jongens, even pauze. Wacht even. Nee. Ik maak even een fotootje. Nee. Nee, jij bent zo weg. Nee. Ja, hier hadden we een driehoek, zijn we uitgebroken. We zitten nu in de volgende driehoek. Even kijken waar ik in moet stappen hoor. Ja, als je in moet stappen, licht gaan. Als je short, dan had je al een positie moeten nemen. Maar ik heb het toch gezien. Als je long wil gaan, dan moet je even... Dit is helemaal niks. Nee, ik heb het toch gezien, dat is niet goed. Ja, hier kijk ik gewoon naar. Dit zijn de leveltjes voor de mensen die mee willen doen. Het laatste level wat ik heb staan persoonlijk, die ligt nu... Oh, die is eigenlijk best wel hoog nog. 78, 85. Nee, het onderste level. Rond de 8500, ja. Ik zou daaronder zelfs nog wel een ordertje durven plaatsen. Ja? Voor de wick. Ja, ik denk als we die kant op gaan, dat er echt een monster wick komt. Weet je, want ze gaan natuurlijk eerst verdedigen, komt hij er doorheen. En ik denk dat hij daarna wel een keer omhoog wikt. Of hij daarna structureel onder gaat, weet ik niet. Maar die monster wick, die zit er dik in. Ja, wat Randy ook zegt. De meeste mensen denken van 100 nog steeds 10.000 te maken in een weekend. Ja, van 100 een hoop meer maken in een boeren is ook nog steeds mogelijk. Maar dat gaat inderdaad niet in een weekend.
Nee, maar je ziet, wij zijn nu met die trade challenge bezig. Tuurlijk, wij zijn met echt een habbekrats begonnen. Ja. Maar als jij in een week al bijna je positie kan verdubbelen. We hebben onze positie bijna verdubbeld in een week. Dat is gewoon bijna 100% Daar is geld te verdienen. Ja. Daar is altijd geld te verdienen. Ik ga pas los als Bitcoin boven de 10k zit. Ja, dat ben ik met Randy eens. Als ik 11, 12k zie, dan ben ik pas echt... Ja, oké, okay, want ik zeg wel... Super bullish. Kijk, ik zeg boven de 6400 zijn we los, 7400. Maar dan hebben we de beertrend gebroken, maar dan niet zeggen dat we hem ook houden. Als we boven de 7400, dan verwacht ik gewoon een hele mooie range, een rally van minstens $1000. Weet je, dan zeg ik niet dat we naar de 20k gaan, dat zeg ik echt niet. Maar dan gaan we naar boven kijken. Ja, ik heb even een rippeltje erbij gepakt. Ik ben altijd zo van, Ripple is, moet ik gewoon eerlijk wezen, Ripple is niet mijn coin. Maar ik ben dan ook wel weer zo, als ik ergens geld aan kan verdienen, dan interesseert het me niet zo veel. Nee, maar wat betreft Ripple heb je geld verloren volgens mij. Ja, ik was te vroeg short gegaan. Ja. Ik heb daarna nog wel iets goed gemaakt met een short. Ja. Maar... Ja, een dergelijke koersstijging in dit... klimaat had ik niet verwacht. Nee. Dus hij was de eerste dag was hij volgens mij 60% gestegen. Ik zag hem al wat uittoppen. Ik denk, oké, nu adempauze. Dadelijk even winst nemen. Nee, boom. Nee. Serieus. Nee, maar wat Randy ook vaak in de chat zegt, je moet ook gewoon wel realistisch blijven. Je bent niet een negatieveling als je gewoon eerlijk zegt van ik denk dat dit daar gewoon niet in zit. Heel veel mensen zeggen dan gelijk, ja, je bent negatief, of je bent dit, of je bent dat. Maar dat is helemaal, je bent gewoon realistisch. Nee, maar je moet het gewoon bekijken zoals het is. Kijk, we hebben verschillende portfolio's. We hebben een aantal coins vaststaan, long term. En weet je wat het is? Dat komt echt goed. Maar dat gaat misschien jaren duren. Ja. Short term, doe ik wat swing trades en zit ik op BitMEX. Als ik op BitMEX trade, interesseert het mij echt gereed of de Bitcoin 10k... of 4k waard is, als ik maar winst maak op mijn trades. Ja. Het enige doel wat ik heb is mijn positie in Bitcoin vergroten, omdat ik weet, dat is mijn overtuiging, ja, dat was ook... Bitcoin wordt vanzelf wel meer waard. Ja, dat was ook een vraag laatst over wat we aan het doen zijn met BitMEX. Van ja, waarom ga je dan elke trade ook weer terug naar fiat? Ja. Omdat als Bitcoin stijgt of daalt, verandert ook je winst. Maar het gaat puur om het vergroten van een positie in Bitcoin. Kijk, die schaarste die blijft toenemen, die Bitcoin-waarde... Kijk, en dat is nogmaals mijn eigen overtuiging. Die komt er vanzelf. Ja. Dat hoef je niet te forceren. Ik heb het geld ook niet nu nodig. Kijk, heb jij het geld nu nodig, dan is het anders. Als dan nu de Bitcoin naar 4K gaat, of zo, noem maar wat. Ja, is dat kut als je het geld nodig hebt. Als je het niet nodig hebt, je laat het staan en het wordt dadelijk 10, 15, 20K, ik noem maar wat getallen. Ja, dan kan je lekker oogsten. En inderdaad, wat Neo ook zegt, het gaat gewoon om knakies. Ja. Het gaat er niet om of je van een coin houdt. Dat hebben we ook al vaker gezegd. Je moet van geen enkele coin houden. Nee. Het uiteindelijke doel is gewoon geld verdienen. Ja. Of het nou een shitcoin is, of weet ik veel. Heel veel mensen zeggen ook over kin. Ja, dat wordt helemaal niks. Maar als je een bergje kin hebt en die kin die gaat gewoon een beetje stijgen dadelijk. Kun je gewoon serieus geld aan verdienen. Het gaat er helemaal niet om wat die coin doet. Dogecoin. Ik ken ook mensen die serieus geld aan verdienen aan Dogecoin. Stelt ook geen reet voor. Maar daar kan je wel geld aan verdienen. En wat ben je hier aan doen met crypto? Wat willen we allemaal? Ja. Geld verdienen. Ja. Dat is toch waarom je hiermee bezig bent. Ja. Als je dan geld kan verdienen aan een coin waar je niet achter staat. Ja, dat maakt in principe geen reet uit. Toch? Ja, maar dat is in de aandelenwereld niet anders. Of nee. In Forex. Ja, dat treden mensen ook. Gaan dan in Australische dollar treden. Niet omdat ze die dollar zo goed vinden. Ja, meester Neo zegt ook. Met emoties kan ik geen vreten kopen. Nee. En met knaken wel. Ja, dat is ook gewoon zo. Ja. Daar zijn we allemaal met crypto mee bezig. Omdat we geld willen verdienen. Nou ja, wat ik wel op zich interessant vond, zijn een aantal dingen bij Ripple. Het volume was gigantisch. Was zelfs hoger als in de boeren van 2018. Ja. Wat ik ook interessant vond, was een RSI van ruim... Hij stond gisteren op de 87. Dat hebben we alleen eerder gezien in de boeren. Voor de rest... nooit eerder. Dus ja, dat zijn wel feiten waar je op moet letten. Zie je dit bij alle coins? Wat je hier ziet? Dit is FOMO. Ja. Zo ziet FOMO eruit. Ja. Dit inderdaad. Kun je ook gewoon hiermee vergelijken. Dit is FOMO. Ja. Mee eens. Ik zal hem even wat op een kleiner tijdsframe zetten. Want Ripple heeft een paar keer al aangetoond... Het zit er aan te komen. Mensen die Ripple langer volgen,
Die weet dat de prijsbeweging van Ripple nooit normaal gaat. Gaat altijd, als die gaat, gaat die sky high. Hier zien we de RSI. Als die aan het klimmen is, blijft Ripple altijd sterk doorstijgen. En we zien eigenlijk al dat hij hier een pre-pumpje heeft gedaan. En dit was de periode dat je heel goed had kunnen instappen. En waarom zeg ik dat? Is omdat hij geen retrace doet in een mindere tijd, gematigd klimaat. En dat hij gewoon koers blijft vasthouden. In deze periode, dit vertelt mij, hier had je heel goed de positie kunnen nemen. Dit heb ik natuurlijk eerder niet opgemerkt, omdat ik nooit naar Ripple kijk. Nee. Had ik dit achteraf gezien, heel dom, dan had ik je positie kunnen innemen. Er kwam nog een pumpje, die was al korter. Hier wist je dat het los ging, hè? En volgens mij ben ik hier genaaid. Want ik ging hier short en ik zat inderdaad goed. Nou, toen heb ik hem natuurlijk open laten staan. Ja, toen werd ik de volgende dag zo wakker. Met dat was mijn neus op de feiten gedrukt. Ja, dat was 's middags volgens mij. Ja. Was niet 's nachts. Birdman is ook weer aanwezig. Hij zegt, ik zeg het nog één keer, 95% van de coins redt het uiteindelijk niet. Nee, er gaan er inderdaad heel veel wegvallen. Er gaan koppen rollen. Dat gaat ook zeker gebeuren. Maar daarvoor moeten er wel een paar dingen veranderen ook, denk ik. Dat ga je zien met fiat pairings dadelijk en zo. Dan krijgt een coin echt zijn eigen waarde en dan gaan we het allemaal meemaken. En zo niet, koop ik wel wat dan. Neo blijft wel. Daar ga ik ook wel vanuit. Zelfs je naam is al geëvalueerd, meester Neo 3.0. Iedereen heeft zijn favoriete coin. Maar alsnog word nooit verliefd op een coin. Nee, maar je kan wel een favoriete coin hebben om in te traden omdat het lekker is. Of omdat je wel gelooft in het project. Maar uiteindelijk gaat het nog steeds om pegeltjes. Ja, maar weet je wat je nu ook ziet? Ripple is nu echt de shit, hè? Elk YouTube-kanaal behandelt Ripple. Ripple is nu, iedereen is gefocust op Ripple. Ja. Dan vraag ik altijd aan de mensen, waarom zou je nu in godsnaam in Ripple willen instappen? Weet je, laat de FOMO even uitbloeden. Dan zal je zien dat hij waarschijnlijk zelfs nog iets meer retraced. Er zijn gewoon mensen die hier Ripple hebben gekocht. Ja, maar dat is gewoon altijd. Dat is met alles. Dat is met Bitcoin ook zo geweest. Als jij een trade hebt gemist, en dat gaat je heel vaak nog gebeuren, en dat is een kutgevoel, wacht dan gewoon. Ga het niet forceren. Die trade komt vanzelf naar mij toe. Mensen zijn bang om de boot te missen. Ze willen niet instappen. Het gaat hoger. Ze zijn nog steeds bang om die boot te missen. En ze willen wel, maar ze durven niet. Op een gegeven moment zetten ze dan toch de stap op een punt dat we al zoveel zijn gestegen dat je eigenlijk gewoon te laat bent. Ja, ik heb wat belangrijke steun en weerstanden getekend voor Ripple. Er ligt hier eentje op de 52 cent en 37 cent. Als jij Ripple wil oppakken, dan kan je hier misschien op 52 cent voor een short-term playtje. Ik ga zelf, voor mij persoonlijk, wordt Ripple pas interessant als ze dit niveau hebben bereikt. Eerder kijk ik er nog ineens naar, omdat het risico wat ik nu loop is veel te groot ten opzichte van de rendementen die ik kan behalen. En gaat die en heb ik geen positie, pech, maar dan kost het me niks. Nee. Zit ik er wel in, gaat die onderuit, kost het me knaken. Weet je, sta ik mezelf in de vingers. Wat Lex natuurlijk ook zegt, er zijn zelfs mensen die hebben op 3,40 gewoon op de top hebben ze Ripple gekocht natuurlijk. Ja. Als je maar één BNB hebt, krijg je dan al 50% korting. Ja, je hoeft niet eens heel veel. Maar je betaalt met de BNB. Ja, je betaalt met de BNB. Je hoeft volgens mij niet eens. Je hoeft geen hele Binance coin ook te hebben om überhaupt. Zolang jij daarmee betaalt, is het inderdaad. Je hoeft geen eens een hele te hebben. Even snel wat altcoins langslopen. We zien wat positieve ontwikkelingen bij verschillende altcoins hoor. We hebben hier langetermijn bear trends. We zien afketsing op een positieve trend en ook een doorbraak van negatieve trends. Is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van wat de Bitcoin in de komende dagen gaan doen. We zien hetzelfde scenario volgens mij bij Neo. EOS bleef EOS zien we ook een redelijke soort beeld. ADA gaat ook heel lekker. Ook die neergaande trend. Hier hebben we volgens mij daarvoor gewaarschuwd. Die weerstand, als die gebroken zou worden. Dat we een flinke run naar beneden zouden zien. Ja, die hebben we ook inderdaad echt gezien. Hier wat steun gevonden. Een bounce en doorbraak van een beertrend. Die toch wel best wel long term is. Dus dat
Ja, Cardano kaart ziet er positief uit. Moet alleen nog even door dat niveautje daarboven heen. Ja, dit weerstandje. Ja, dan is het echt... Ja. Als je daar steun kan vinden, dan is het een hele mooie, heel mooi kantje eventueel. Dus het ziet er voor de alts... Ja, weet je wat het is? Ze blijven afhankelijk van Bitcoin voorlopig. Dat is gewoon, dat vind ik echt helemaal niks. Het ziet er best wel redelijk uit. Ja, maar ja, komt ook wel weer door de stijging van Bitcoin natuurlijk. Ja, en dan heb ik wel één ding over Bitcoin nog. En dat baart mij wel echt zorgen. Oh jee. Ja, dit vind ik, hier ben ik niet blij mee. Dit is de short kaart. Ja, die bouwen af. Ja, en dan denk je, ja, is logisch, want de koers aan het stijgen. We zagen juist in de afgelopen dagen, als de koers steeg, dat de shorts toenamen. En dit is wel een teken van dat er toch wel ruimte wordt gecreëerd. Omdat de shorts nu niet zo hoog staan, is het makkelijker voor Bitcoin om te dumpen. Ja. Dit wijst ook een beetje, en dat is in combinatie met de prijsactie die we in Bitcoin hebben gezien de afgelopen dagen. En dan vooral de pump die dit hele gebeuren in beweging heeft gebracht. Dat was deze. Dan hou ik deze even weg. Nee, weg. Dit gebeuren. Ja, dit is niet retail trading dit. Nee. Dit is echt perfecte levels die geraakt zijn. Dit is in gang gezet door een grote partij. Dat moet wel. Dus wat we nu gaan doen, wat er hier nu gebeurt, dat is echt cruciaal. Kunnen we dit niveau vasthouden? Blijven we hier boven, wat ik eerder zei, net iets te boven. Echt de 6600, mooi level is dat. Dus boven deze candle, boven die wick. Dan kijk ik persoonlijk meer deze kant op. Komen we hieronder, dan kan je of een retracement krijgen. Testen we dit level, kunnen we alsnog doorheen. Gaan we hier niet doorheen, gaan we verder naar beneden. Ja, of we gaan gelijk goed. Ja, of eerst liggen natuurlijk nog wel andere stellen. Ja, tuurlijk. Maar... Je gaat altijd op zoek naar levels. Want ik geef dit soort pijlen heel vaak in mijn... Maar dit zijn de scenario's waar ik mee treed. Ja. En er zijn daar zoveel weerstanden waar we eventueel steun op konden vinden. Maar ja, een koersbeweging... daar beweegt zich nou eenmaal niet voor in een rechte lijn. Dat gaat altijd via weerstanden. Ja. Technische analyse. Ja, nee, Randy had nog een vraagje. Die zegt, kan je ook even kijken naar NEO en XMR? NEO had je er volgens mij net al even bij gepakt. En Monero hebben we er helemaal niet tussen staan. Ja, die staat misschien in mijn eigen chart. NEO, ja, ziet er short term meer bullish uit dan bearish, maar is echt totaal afhankelijk van wat de Bitcoin gaat doen. Dat is ook zo. Door de stijging van Bitcoin stijgen er altijd nu ook gewoon weer op mee. Gisteren zag ik dat NEO best wel begon te runnen. Kwam die boven de $20. Ik vond het echt zonde dat hij weer zo snel onder de $20 kwam. Ik had graag een NEO ergens tussen de $20-$25 gezien. Want hier liggen een paar weerstanden. Dit bovenste weerstandniveau, dat is ongeveer die $20 range. Daar had ik graag boven gekomen. En dit is natuurlijk niet heel erg voor de short term. Ik denk dat NEO komt er echt. NEO komt er sowieso. NEO is een topcoin. Alleen iets meer long term. Maakt niet uit. We hebben de tijd. Ja. De Tato artist heeft ook tijd zat. Dus geen probleem. XMR. Ja, ik zal even kijken of die ergens nog op staan. Ja. Ik weet niet of er tekeningetjes bij staan. Nou, kijk eens even. Kijk, heb je een kleine neefje die gemaakt, die tekening? Ja. Okay, ik ga wat dingetjes zeggen. Wat kunnen we ontdekken? Ik zie op het eerste oogopslag al dat... misschien dit al. RSI is in kracht aan het afnemen. Momentum neemt een klein beetje af voor XMR... We hebben hier een mooiere run gemaakt. Het was volgens mij voordat Ripple en voordat Bitcoin echt begonnen te runnen. Maakte Nero een mooie prijsstijging. Randy zegt, als de Tato Artist maar geen Parkinson heeft tegen die tijd. Nee. Ja, nou ja, ook leuk. Even kijken, waar kijken we naar? Dit is denk ik wel een redelijk trendje. Pak ik het dan goed? Dus we zitten tegen de bovenkant van het kanaal. Van de afgelopen, hoe lang is het?
afgelopen 3 maanden. Die zijn we nu aan het testen. Als we hier niet doorheen kunnen breken, dan verwacht ik persoonlijk iets van dit, misschien dit trendlevel. En dan kunnen we eventueel weer hier nog een keer testen om er doorheen te gaan. Hier, dit is een cruciaal level. Dit vind ik een belangrijk level. Een sterk level. Ja, of die sterk is, durf ik niet te zeggen, maar wel belangrijk level. Omdat de range die hieronder ligt, die wordt steeds groter. Dus als je er dan doorheen gaat, is er niet zoveel om op te vangen. Ja, dat is gewoon vrije lucht. Is er niet zoveel om op te vangen. En dat... Zoiets. Er vormt zich ook een driehoek, dat zie ik nu. Dat is wel een interessant puntje. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat we dit lijntje misschien iets sterker moeten tekenen. Dat hij precies bij dat samenpunt kan. Maar short term, voor Monero, mocht er geen rare dingen gebeuren, verwacht ik nu even een kleine retracement. Duidelijk. Duidelijk, duidelijk. Mikey zegt gemist. Kijk hem later even terug. Top. Neblio maakt hier dan van in plaats van Neo. In plaats van Neo. Dopecares logo. Kijk later. Ja, oké. Okay. Goed. Technisch vlak, denk ik. Of had je nog iets wat je... Nee, het is gewoon een hele interessante periode. Ik denk dat er heel veel mensen heel veel geld hebben kunnen verdienen als je goed had kunnen goed getreden hebt. Zeker. Zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die misschien wat geld verloren hebben. Het is nu een cruciaal punt. We zitten op een heel interessant prijsniveau. We kunnen alle kanten op. Welke kant gaan we op? Ja, maar dat voorspellen, dat kan niemand. Ik kan alleen scenario's schetsen. Ja. Hou gewoon je ogen open en reageer daarnaar. Weet je, als je ziet dat een trade bij jou wegloopt en het gaat echt de andere kant op, neem dan gewoon verantwoordelijkheid en ga ernaar traden. Laat niet de verliezen oplopen als het niet nodig is. Nee. Nou, ik stond van de week op punt om even verlies te nemen in de dip. Maar daarna kregen we zo'n pumpje dat het eigenlijk niet meer nodig was. Ja. Dus soms is geduld ook weer heel belangrijk. Ja, maar dat tot een bepaalde mate. Want dat moet je eigenlijk voor jezelf vastgesteld hebben. Helemaal mee eens. En als hij daar overheen gaat, als hij die grens overschrijdt... Denk dan ook niet van, ik wacht nog wel heel even, want misschien houdt mijn level wel. Nee, daar ga je mee. Uitstappen is uitstappen. Ja. Van tevoren afspreken, hier stap ik uit, hier stap ik in. En ga dan ook niet, zei ik vanmorgen tegen Lex nog... Als ADA $2 komt, nou, dan verkoop ik wel. Ja. Ik zeg maar, jij gaat ons weten als die dadelijk 1-10 staat. Ja. Logisch. Ja. Want als jij nu een hele pluk hebt gekocht voor 10 cent en hij staat dadelijk op 1-10, dan heb je al serieuze winst gewoon. Moet je al gaan denken om winst te gaan nemen. Ik zou al een plukje winst nemen dan. Ik zal gewoon van tevoren in mijn hoofd hebben, kijk, hij staat nu op, waar staan we, 13 cent of zo? Waar staat ADA op dit moment? Ik heb hem omgezet naar BTC. Staat niet in de BTC. Oké. Zeg tegen jezelf op 80 cent pak ik 20%. Op 1,10 pak ik 20%. Je moet voor jezelf al bepalen op welke niveaus jij winst gaat nemen. En hou je aan die niveaus. Tuurlijk kan die daarna nog stijgen. Maar als die daarna zakt, heb je winst gepakt. Je maakt het jezelf veel makkelijker. Als die stijgt, heb je al winst gepakt en stijgt die door. En je hebt nog 80% van je positie, dus dat is prima. En als die zakt, heb je in ieder geval je winst. Ja. Het is gewoon heel verstandig om van tevoren af te spreken en ook echt niet te denken van, ja, maar misschien stijgt hij nog even door, ik blijf nog even zitten. Oh, hij is weer een stukje gestegen, ik blijf nog even zitten. Dan ga je nat. Nou, maar dan ga je te veel risico nemen met eventuele winst die je kan behalen. En weet je wat het is? Mensen hebben altijd de neiging om te denken, ja, die kans krijg ik niet meer. Ja. Die kans in crypto, die gaan er nog 100 en 1000 keren komen. Ja. Maar voor afgemaakte afspraken met jezelf moet je je echt aan houden. Dat is gewoon heel simpel. In de trade. Nee, maar voor de mensen ook die gaan traden, al is het een hele kleine trade, schrijf gewoon even op. Nou, op dit bedrag wil ik eventueel uitstappen. Gaat hij naar beneden? Op dit bedrag neem ik mijn winst. Heel simpel. Raakt hij dat bedrag? Hup, eruit. Ja, of inderdaad, zit je mooie winst? Stel, hij gaat. Neem ik weer even ADA als voorbeeld. Van waar hij nu staat, gaat hij naar 80 cent. Ja. En op 80 cent stel jij dus een 20% sell order in op 75 cent. Ja. Tuurlijk, gaat hij iets terug naar beneden, bam, pak je in ieder geval een plukje winst. Ja. Zorg voor jezelf dat je gewoon duidelijk op papier hebt staan wanneer je in en uitstapt. Dat bespaart je ook een hoop stress. Ik denk dat we de technische kant redelijk behandeld hebben. Ja.
Nou, we kunnen even naar het nieuws gaan. Kunnen we voor het mooie even de website erbij pakken. Als we die niet al ergens hadden staan. Websiteje. Kijk, daar is die. Nieuwssectie hebben we zelf ook gewoon, hè? Ja. Nieuwssectie. We hebben, dat is leuk. Het staat nu gelinkt aan Facebook en Twitter. Ja. Dus zodra wij een nieuwsbericht via de website posten, wordt die automatisch ook op Facebook en Twitter gepost. Ja. Dus dat is een mooie ontwikkeling weer. We blijven ook dingen veranderen en ontwikkelen. Ja. Ik had dit feitje al van de week gelezen. Hadden we het al even over. Ja. Maar ITER wallet. Volgens mij staan er nog wat ICO'tjes en zo. Van ons? Ja, wat flutcointjes. Er staan nog wel wat serieuze dingen ook in. Maar dat bedoel ik. Ja. Kijk, dat is misschien nu nog flut. Ja. Dat kan een potentieel goudmijntje zijn. Inderdaad. En het is toch niet helemaal... Nee. Nou krijgen wij van de week een leuk cadeautje. Oh. Eigenlijk. Ik ben een tijdje geleden al benaderd door een bedrijf die handelt in hardware wallets. Ja. Die wilden dat wij een review gingen maken van de Argos. Okay. Dat ging helaas niet door wegens leverproblemen en maakt ook verder niet uit. Nee. Nu heb ik dus mailcontact met ze gehad en ze willen dat wij de Digital Bitbox gaan reviewen. Okay. Nou, die hebben ze opgestuurd. Als het goed is komt die elk moment binnen. Rond een uur of twee zou die geloof ik aankomen ongeveer hier. Ja. Dan gaan we daar een review van maken. Okay. De Digital Bitbox. De standaard dingen, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, kan je erop opslaan. En hij ondersteunt alle ERC20 tokens. Ah, dat is wel handig. Dus dat is best een handig... is ook gewoon te koop bij de Cryptomaan en zo, bij de Nederlandse hardware wallet leveranciers, zeg maar. Die krijgen we opgestuurd en die gaan we reviewen. En ik denk ook dat het gewoon zaak is voor ons dat we dan lekker alles van mijn ITER wallet afhalen en lekker op zo'n ERC20 wallet zetten. Want ja, maar het is toch gewoon veiliger. Het is een stuk veiliger. Het is een stuk veiliger. Je hebt er geen omkijken naar. Weet je wat het is? Maar mijn ITER wallet is op zich best wel veilig. Maar weet je wat het probleem met mijn ITER wallet is? Is dat je ook gewoon kan inloggen met een Johnson file of alleen een wachtwoord. En dat is gewoon zo lekker als een mandje. Weet je? Ja. Want je kan ook two-way authentication gebruiken. Dan is het op zich best wel veilig. Maar het ligt toch meestal bij aan de gebruiker die gebrekkig is, die zijn wachtwoorden laat slingen of op zijn computer bewaart. Weet je, daar ontstaat het gat altijd. En daar kan een bedrijf, of in dit geval mijn ITER wallet, niet zo heel veel aan doen om dat te dichten. Want het moet en gebruiksvriendelijk blijven en de veiligheid moet op orde gesteld worden. En meestal gaat het juist mis bij de gebruikers. Ja. Oké. Okay, zeker waar. Even tussendoor gelijk de vraag eens meenemen, want dan staat dadelijk de chat misschien te vol. Doen jullie met je eigen account dezelfde trades of juist minder? Wat bedoel je, Monstro, met BitMEX denk ik? Is het handig om eerst te traden via Binance, als je daar handigheid in krijgt, naar BitMEX te gaan? Nou, het is sowieso handig om eerst enige kennis te hebben van het lezen van grafieken en überhaupt crypto in het algemeen qua traden, om naar BitMEX te gaan, want het is wel een ander soort exchange natuurlijk. Ja, maar je kan het niet met elkaar vergelijken. Weet je wat het is? Traditioneel traden, dat is iets heel anders dan short traden. En dan laat ik even de leverage laat ik even weg. Want dat is gewoon traden met on steroids. Ja. Als jij BitMEX en normaal traden met elkaar gaat vergelijken. Ja, dat is hetzelfde als een lift met alleen een omhoogknop. En als je naar beneden wil, ja, dan moet je naar beneden lopen of zo. Ik weet het niet. Ja. Kijk, je hebt gewoon beperkte mogelijkheden. Is de ene beter als de ander? Nee, want traditioneel traden is gewoon traditioneel traden. En BitMEX traden geeft je de mogelijkheid om een neergaande beweging direct geld te verdienen. En waar jouw voorkeur ligt, misschien wil je helemaal niet short gaan spelen. Ja, dan moet je gewoon lekker normaal gaan traden. Maar je moet die keuze voor jezelf wel maken. Het is niet makkelijk om normaal te traden en short traden met elkaar anders te combineren. Kies ergens waar je in wil gaan specialiseren. Ja, Randy zegt, ik denk dat je minimaal 2 jaar ervaring moet hebben en voor die tijd lekker wegblijven daar. Ja, het is zeker als je met grotere posities treedt, moet je dat gewoon niet op BitMEX gaan doen als je geen ervaring hebt. Nee, maar vind je het grappig, kan het helemaal geen kwaad om met $50 zo'n challenge te doen. Even dat daar gelaten. Ik raad niemand aan om een groot bedrag direct op BitMEX te zetten. Doe dat gewoon niet. Nee. Dat is gewoon vraag om problemen. Koop gewoon wat coins. Dat hebben we al zo vaak die filmpjes gemaakt. Koop een aantal coins. Bewaar die in een wallet, cold storage, weet ik veel wat. Bewaar iets op een normale exchange. En gebruik echt maar een heel klein gedeelte voor BitMEX. Hè, want het is gewoon een risicootje. Helemaal als je met leverage gaat spelen. Ben jij een beginner, ga dan gewoon niet je vingers aanbranden.
met kleine bedragen kun je ook wat risico's nemen en oefenen. Nee, natuurlijk, dat is ook zo. Maar dat zeg ik. Zo'n 0,01 accountje is leuk omdat het $60 is. En ben je dat dan kwijt? Nou ja, oké. Okay. Maar ga jij dus echt denken van, oké, ik heb, ik noem maar een bedrag, $5,000 in crypto staan. Ik ga lekker met $2,000 naar Bitmex, want dat gaat zo hard. Ja. Ja, dat is gewoon link, want het is gewoon doodzonde als je dat kwijt bent, omdat je niet weet wat je aan het doen bent. Dan kan je het beter hetzelfde doen als wij het nu doen. Maak van dat kleine bedrag een groter bedrag en ga daar dan op Bitmex mee traden. En op een gegeven moment moet je wel even tijdig je winst nemen. Haal er wat vanaf. Zeker. Je inleg plus wat lekkere winst. Dan heb je dat sowieso in de pocket. Het is gewoon risico voor. En ga daarmee spelen. Maar ga niet direct je eigen geld met grote bedragen in Bitmex. En wat Randy ook zegt, je ziet heel vaak nieuwe mensen die dan gelijk denken, ik ga Bitmex doen. Terwijl ze nog helemaal nul ervaring hebben. Ja, dan ga je vaak. Ja, maar dat is het probleem van die filmpjes. Kijk, je kan daar echt, als je weet wat je doet en je hebt, soms is het ook geluk, maar als je weet wat je doet, kan je echt dikke gains ermee maken. Ja. Maar het kan net zo goed even hard als het omhoog gaat, zo snel komt hij ook weer naar beneden. Ik vind het heel leuk, Bitmex, maar inderdaad, risicofactor. Als jij niet weet wat überhaupt stoplosses zijn, stops en technische analyse, dan kan je daar niet mee beginnen. Dat heb ik wel gemerkt. Ik gebruik altijd mijn stops. En dat werkt echt. Ja. Had ik dat niet gedaan, hadden die trades ook niet goed afgelopen vaak. Nee. Dat is echt een wereld van verschil. Dat is echt waar. Goed. ETF. Is af. Ik denk dat we het daar wel even over moeten hebben qua nieuws. De ETF is inderdaad uitgesteld. Ja. Maar ik vind op een positieve manier. Hij is uitgesteld, ja. Maar ze willen meer feedback vanuit CBO en SolidX en Van Eck. Ja. Met betrekking tot hoe een ETF in elkaar zit. Ze hebben gewoon bepaalde vragen en daar willen ze antwoord op hebben eerst. Ja. Ze zijn gewoon serieus onderzoek aan het doen hoe het in elkaar zit en hoe ze het willen gaan doen voordat ze ja zeggen. Dat vind ik al positief. Ze gaan de 1400 comments die gedaan zijn over de ETF, gaan ze ook allemaal bekijken. Dus of dat positief is of negatief. Ja, ik denk dat een ETF niet tegen te houden is en dat hij er op een gegeven moment gewoon moet komen. Ja, denk ik ook. Maar niet dit jaar. Ik denk ook niet dit jaar. Ik denk dat ze hem zo lang mogelijk uitstellen om alles zo goed mogelijk op een rijtje te krijgen. Ze doen het wel echt serieus. En weet je wat het ook is? De kanttekening. Wordt die wel volgend jaar afgeschoten? Ja, dan hou je dan maar vast. Hè? Ja, mee eens. Hou je dan maar vast. Dan moet je je riemen vast en Dan ga je. Verder, ja, de standaard nieuwsberichtjes. Brazilië opent een exchange. Hier een exchange. Vrij positief, normaal nieuws eigenlijk. Ja, maar je ziet wel dat de crypto community misschien iets volwassener wordt. En niet meer op elk klein dingetje reageert. Zelfs op de ETF van de week werd gewoon normaal opgepakt. Net als dit ook wat op de website nog staat. Japanse crypto exchange Saif gehackt. Nou, ik ken de exchange zelf niet. Nee. Maar dat maakte vroeger ook niet uit. Of een jaar geleden maakte dat ook niet uit welke exchange het was. Als zeiden ze Ukebuki Exchange is gehackt voor 60, dan gingen we weer. Ja. Nu, je zegt het zelf al, de markt wordt een beetje volwassen en zo'n hack doet niet zoveel meer. ETF wordt uitgesteld, maar ja, het doet ook niet heel veel, want het is gewoon tot nu toe redelijk positief allemaal. Ik denk dat qua nieuws dat het gewoon allemaal wel redelijk goed zit. Ja, qua agenda kan ik dus ook. Er zitten gewoon wat dingetjes in het verschiet. Bakt, ETF, weet je. Zit heus wel. Er zit wat in de pijplijn. En dat zijn echt wel feiten waar de prijs op gaat reageren. Hoeft niet per se, Chris, want Bakt is er. Oh, je bedoelt de ETF. Nee, ja, de Bakt kan ook heel goed een. Ja, maar dat zeg ik. Bakt houden we echt in de gaten. Ja, maar Bakt kan ook de katalysator zijn die we nodig hebben. Dat kan. 30 november uit mijn hoofd. Als ik het verkeerd zeg, hoor ik het graag. Maar dat is zeker een punt wat wij in de gaten houden. Bakt gaan is ook een serieuze ontwikkeling gaan. Als dat positief, daar gaat de prijs echt op reageren. Weet je, dat zijn wel katalysators. Dat is ook zeker een katalysator, ja. En Bakt, met Bakt is het niet de vraag of het er komt, toch? Bakt komt er. Nee, volgens mij 30 november komen ze met. Ja, Bakt komt er. Kijk dus hoe dat precies. Ik ben altijd voorzichtig met dat soort dingen. En dan we gaan die datum in de gaten houden. Ik denk dat Mt. Gox in 2019 meer doet negatief dan een eventueel afkeur van een ETF. Ja, je zit ook inderdaad, dat blijft ook nog steeds in mijn achterhoofd zitten. Je zit nog steeds met het Mt. Gox verhaaltje. Ja, maar als het goed is worden ze niet verkocht, worden ze verdeeld. Maar hoe die verdeling gaat plaatsvinden. De bitcoins. Ja. Nou, maar die mensen kunnen ze dan toch zelf verkopen? Waar het aan verdeeld wordt. Ja, tuurlijk. Maar die zijn toen een tijd ingestapt voor $300. Die gaan ze gelijk verkopen. Ja, of niet.
Ligt in ieder geval een gedeelte, denk ja, ik. Ja, een gedeelte. Maar ja, de markt is ook bereid om die misschien op te pikken. Dat weet je niet. Ja, we gaan het allemaal zien. Maar kijk, inderdaad... Dat zijn nog echt te lang term verhalen om nu daar uitspraak over te doen. Je weet, ja. Zelf een maand in crypto staat gelijk aan een jaar in een normale... Ja, nee, is dus over 2019 praten, dat is echt nog te ver weg. Ja, want crypto verandert net zo als het weer. Ja, met dat de dag. Gewoon, dat is gewoon waar. Dat is gewoon waar. Gaat waarschijnlijk hetzelfde met BACT worden. Dat we heel enthousiast waren. Ja, oké, maar ETF is nog niet gekomen. Ja. Tuurlijk waren we heel enthousiast toen we hoorden over die ETF. Maar die ETF is er nog niet gekomen. BACT komt. Ja. Hoe je het ook bent of keert, BACT is er dadelijk. Nee, maar weet je wat het wel is? Je moet eerst wel ook kijken wat BACT gaat brengen. Je kan wel te hard van stapel lopen, maar eerst zien dan geloven. En als de koers daar op voorhand door gaat pumpen, is dat meer speculeren. Ja. Dan echt een... stijging door BACT zelf. Dat is meer van, oké, waarschijnlijk gaat BACT, dus gaan wij ook. Weet je? Maar het is sowieso een positieve ontwikkeling, denk ik. Ik denk dat crypto algemeen er niet heel slecht voor staat. Heel veel FOMO, heel veel gelukszoekers, die zijn er nu langzamerhand wel redelijk uitgefilterd. Ik denk dat er misschien nog met een klein dumpje nog wat meer uitgefilterd wordt. Heel veel slechte ICO's hebben we al afscheid van genomen. Ja. Er zit wat regulering in de pijplijn. Er zitten een aantal goede initiatieven aan te komen. Het is toch, we staan er toch niet slecht voor. Nee, dat is wat ik zeg ook, meester Neo. BACT, dat is niet de vraag, wordt het goedgekeurd of weet ik. BACT is daar dadelijk gewoon. Ja. Dus daar gaan we sowieso iets bij meemaken. En ja, volgens andere grotere YouTubers, net als Alessio Rastani. November moet iets gaan brengen, zeggen een hoop mensen. November kan ook iets gaan brengen. We gaan het in de gaten houden. Ja, we gaan het zeker zien. BACT zit BlackRock en Fidelity Investments achter. Ja, het is ook een serieus project. Dat kan echt een katalysator zijn. Vergis je niet. En wat denk je als die katalysators elkaar voeden? Mm-hmm. Dat we in november een run krijgen door BACT. Dat de ETF misschien wel goedgekeurd wordt in december. Dan kan het echt heel hard gaan, hè? Dan kan het een heel raar einde worden van 2018. Mm-hmm. Er zijn gewoon heel veel scenario's die je op de plank moet houden. Vind ik. Gaan we doen. Ik denk dat we er een beetje zijn zo. Nieuws was niet heel bijzonder, hoor. Ik zeg, de agenda is ook vrij leeg voor aankomende week. Zijn wat dingetjes verplaatst. Ja, volgende week komen we gewoon met volgende week agenda is er een filmpje. Volgende week is er een drukke agenda en een nieuw agenda filmpje inderdaad. Ja. Hou dat gewoon in de gaten. Zijn er nu nog brandende vragen? Gooi ze eruit. En anders gaan we er zo lekker een eind aan breien en wat eten. Krijg je FOMO onder de investeerders? Ja, als je dat krijgt, FOMO onder de investeerders, ja, dan is het helemaal het hek van de dam, denk ik. Ja, alleen de vraag is hoe die FOMO zich gaat ontwikkelen. Is het weer korte termijn FOMO of is het nou een keer structureel? Ja, ook korte FOMO termijn FOMO. Altijd... Maakt niet uit, als je maar op tijd je winst neemt. Ja, dat begrijp ik. Maar voor de markt, voor de crypto zelf, is een stabiele groei. Dat wil je zie ik liever. Ja. Maar... gaat dat plaatsvinden? Ik acht de kans zeer klein. Ik denk als er echt weer dubbele zijn, ik denk dat die FOMO keihard weer inslaat. Ja, maar en ik denk dat die harder gaat als vorige keer. Het bereik van de hele crypto-wereld bij de mensen is groter als dat die vorig jaar was. Want meer mensen weten nu van crypto. En die zitten er nu misschien nog niet in, maar komt er wel weer zo'n run, zijn ze wel al geïnteresseerd, want ze hebben er al van gehoord. Ja. De boeren, als die er komt, wordt harder als vorig jaar. Ja, alleen, weet je wat... Kijk, het is ook de doelgroep die we aanspreken. Crypto is een bepaalde doelgroep. Die wordt steeds breder. En de markt wordt ook steeds breder. Hoe groter de markt wordt, hoe stabieler wel dat prijsniveau wordt. En dat is iets waar ik liever naartoe wil. Want bijvoorbeeld forex en aandelen traden is veel makkelijker als crypto. Ja. Is veel minder volatiel, is veel minder wiki, is veel echt... Daar wil je uiteindelijk naartoe. Die korte gains, tuurlijk zijn die lekker. Maar wat is precies de streefdatum van BACT? Weet je dat, Randy? Weet jij dat even? Volgens mij is het 30 november. Randy is de BACT-man. Zeker uitzetten. Randy, onze Discord-agent, is de BACT-man. En wat Lex zegt, BACT valt in precies dezelfde periode als vorig jaar. Als het eind november is, valt het inderdaad in dezelfde periode als het tweede jaar wanneer we gingen pompen gaan. Zou goed kunnen. Weet je nog, vorig jaar zullen we de 10k halen? Ja, dat vond ik ook prachtig. Want wij, ik weet nog precies, wij zaten in de auto onderweg naar Spa-Francorchamps vorig jaar. Uh-huh. Toen we naar de Formule 1 gingen. Toen zeiden we ook van, zo, hè, 10k, dat zeggen ze. Zullen we dat redden dan? Nou, dat is wel een hoop hoor. Nou, er moet wel heel wat gebeuren, willen we dat gaan halen. Nou, en we weten allemaal wat er gebeurd is. Het ging zo verschrikkelijk hard. Dus ja, nu zeggen we misschien gaan we oude all-time high halen. Nou, misschien weet je niet waar je staat aan het einde van het jaar.
Ja, ik heb nog steeds mijn voorspelling van 25k en ik ben ook zo iemand, ik trek hem niet in. Nee. Wie weet. Jullie hadden het over winst nemen bij een boelmarkt. Als je stoploss elke keer omhoog bijstelt, kan het toch beter werken dan gewoon elke keer wat winst nemen? Dat kan. Dat is een mogelijkheid. Maar in principe is dat ook winst nemen. Als jij je stoploss, een tradingstop noemen ze dat dan, als jij die laat meenemen, meelopen, ja, in principe pak je dan ook steeds hoger winst. Alleen je hebt hem nog niet genomen, alleen je hebt je order wel ingesteld. Nou, dat is ook gewoon een manier van het veiligstellen van je geld. Dat kan. Want dat doe je met BitMEX in principe ook vaak. Je laat hem gewoon meelopen. En dan, mocht hij dan terugzakken, pak je ook winst. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik ben een iets actievere trader voor die methode. Want ik pak mijn winst, wacht ik op een klein dalletje weer, stap ik met die winst ook weer in. Ja. Weet je? Dus dan vergroot je ook weer die kans. Het versterkt het effect. Maar het is een prima mogelijkheid. Het is inderdaad een mogelijkheid, maar doe je het wel op een manier met winst pakken en later weer met die hele winst instappen. Ja, is je winst nog groter als op deze manier inderdaad. Maar iedereen treedt op een andere manier. Dat zien wij vooral nu tijdens de challenge. Jij doet het op een hele andere manier als ik het doe. Ik treed veel meer op safe en met kleinere stapjes. En jij wil het liefst grote stappen snel thuis. Dat is gewoon zo. Ja, dat is gewoon hoe de vork in de steel zit. Hoeveel heb je daar dan? Ik zeg het niet. Nee. Ik zeg het niet. Maar zo zie je gewoon dat iedereen anders is. En dat allebei de manieren ook gewoon kunnen werken. Ja. Dat is ook nog eens een keer het feit. Ja, maar dat is, kijk, dat is ook wat wij bijvoorbeeld in de seminars doen. Er is geen magische manier. Wij proberen mensen te leren om het zelf te gaan ontdekken. Ja. Zelf te leren doen. Wij kunnen verschillende strategieën aandragen en die werken gegarandeerd als jij die volgt. Alleen je moet voor jezelf iets gaan ontwikkelen. Welke indicatoren gebruik ik? Waar treed ik? Hoe sluit ik en open ik mijn posities? Wanneer neem ik verlies? Wanneer neem ik winst? Dat is allemaal, dat moet je zelf gaan. Ik vond het inderdaad ook heel mooi hoe je van de week in de tussentijdse update alleen het liet zien van trendlijnen tekenen. Ik had zoiets hoe leg je dat nou uit aan mensen op een makkelijke manier? Ja. Maar jij zet hem op de maandenkaart. Nou, dan heb je 20 candles misschien die zo groot zijn. Ja. En dan kan je heel makkelijk laten zien, hier teken je steun, hier teken je weerstand. Ja, maar ja, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja. Tuurlijk, echte precieze charts die ik gebruik, die zijn net iets preciezer. Maar waarom, als de basis al meer dan voldoende is om een lekkere winst mee te maken? Ja, 30 november gaat de ICE live, de ICE exchange. En we gaan het zien. Ja. Ik denk dat we daar een einde aan gaan breien. Lekker aflevering toch? Hè? Ja, was leuk. Gewoon, ik hoop dat we in het weekend niet al te veel prijsactie krijgen. Onze vaste, lekker rustig weekendje een keer. Onze vaste kroegloper in de Dopey Cash Café, die is weg. Ja, ik mis iemand vandaag. Ja, ja. Nee, klopt. Hij had gisteren al tegen mij gezegd dat hij er vandaag niet was, onze Jozef. Maar, maar hij wordt wel gemist. Hij wordt gemist. Maar we hebben hem nu even behandeld. Jozef. Ja. Dat zie je graag volgende week weer. Ja, nee, maar dat is leuk. Komt voor de community, mensen die nog geen lid zijn van Discord. Ik zal de Discord even linken. Word er absoluut lid van, want het is natuurlijk, we praten over prijs en met vragen kun je altijd op ons terecht. Maar ik denk dat het merendeel van de Discord is ook gewoon gezellig, weet je. Het is gewoon. En het mag maar weer even gezegd worden, een dikke thumbs up voor onze admins. Ja. Die doen echt een hoop voor ons. Absoluut. En die helpen echt de mensen waar ze kunnen helpen. Het is druk op de transfermarkt. Ik weet niet of jij dat in de gaten hebt gehad de laatste tijd. Maar ik heb met Randy ook telefonisch al een paar keer contact gehad. Ja. Er wordt aan hem getrokken. Nee toch? Ja, nee, serieus. Nee, toch? Ja, nee, serieus. Ik heb het met jou daar eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Ja. Daar is de Discord link. Even kijken, we beginnen toch ook werken te lijken, boys. Ja, nee, inderdaad. Het is ook heel erg druk. Maar vanuit verschillende Discords krijgt hij gewoon berichtjes of hij bij hun in de Discord zou willen. Maar doet zijn taak. Hij doet zijn taak heel goed. En dat zien mensen ook waarschijnlijk. Maar daarom ook zo snel mogelijk op die 250 Neo. Want dan komt die stempel er gewoon op staan. Hè? Dope cash. Dan is hij van ons. Nee, ja goed. Ik vind het alleen maar leuk ook om te zien dat mensen dat graag willen. Dat betekent toch ook voor hem dat hij het goed doet. En hij vindt het ook leuk. Nogmaals, hij is niks verplicht. Maar hij vindt het ook leuk. En we gaan ook zeker onze admins daarvoor een keer belonen. Absoluut. Kijk, weet je wat het is? Het is gewoon een leuke community. Wij doen het op onze eigen manier, waar we onszelf makkelijk bij voelen. En dat sluit bij heel veel mensen aan. Ik denk om ongeveer hetzelfde te zijn. Daarom vindt Randy het ook relaxed om bij ons in de club te zitten. Ja, want ik heb ook wel eens andere kanalen meegemaakt. Of het is heel stijf, of het is echt, het zijn allemaal trollen. Ja. En ik denk dat als je serieus moet zijn,
Maar ja, voor de rest is het gewoon luchtig. Alles ik zag kan. Ook zo'n berichtje van, op Discord nog voorbij komen vandaag ook van nou, zo serieus is het hier ook niet altijd. Het was niet negatief bedoeld, maar ja. Zo is het bij meeste crypto in de Discord geloof ik ook. Ja, maar, nee, maar het kan niet. Ook niet altijd alleen maar over grafieken en cijfers gaan. Nee. Kijk, als het serieus is, is het serieus. En is het altijd niet, ja, dan hebben we gewoon een normaal praatje, ja toch? Als het om de pegels gaat, dan wordt het vanzelf serieus. Dan wordt het vanzelf serieus. Maar ik heb met Randy ook een tijdje geleden zat ik te praten. En toen kreeg ik ineens een foto. Ja, heb je dadelijk wel even, want ik zit te scheiden. Stuur je gewoon, ja. Soms moet het ook gewoon luchtig en normaal zijn. Ja, ja toch? Dat hoeft allemaal niet. Dat moet kunnen. Ja, dat moet kunnen. Even kijken. Of zij echt alleen maar noobs, die willen alleen maar liedje. Ja, die heb je ook zat, tuurlijk. Die in Discord joinen en die alleen maar willen lezen. Of alleen maar wijzer willen worden, maar zelf ja, geen maar tijd en energie erin willen steken. Ik ben bereid, en dat weten de mensen wel die mij soms een PM'tje sturen of weet ik wat al. Ik ben bereid al mijn kennis te delen met mensen, maar ze moeten er wel iets voor doen. Ik ga niet voor jou iets voorkouwen. Weet je, je moet ze wel zelf de intentie tonen om gewoon überhaupt iets van interesse te laten zien. Het is wat anders als je jou of mij een bericht stuurt van joh, luister, ik wil even weten hoe die coin teken jij van TA voor mij. Ja. Je kan ook vragen van, joh, ik ben geïnteresseerd in die coin en ik wil eigenlijk een technische analyse erop losmaken. Hoe moet ik dat doen? Ja, ja dat is al heel wat anders. Dan wil je leren. Ja. Dan wil je weten waarom die TA zo in elkaar zit. Niet van, oké, geef mij even een TA'tje, dankjewel. Nee, zo simpel is het niet. Nee. Je moet het zelf ook wel willen. Plaat je een YouTube filmpje, vertaal van Nederlands en vat samen. Ik weet niet precies helemaal wat je aan mij bedoelt. Plaats je een YouTube filmpje, vertaal even in het Nederlands en vat. Dat ze een YouTube filmpje naar jou hadden gelinkt of je hem even wilde vertalen en samenvatten ofzo. Monstral zegt, ik zit ook in de Discord, maar zeg daar nog niet heel veel omdat mijn kennis nog niet zo groot is. Nou ja, maar Monstral, dat hoeft ook niet. Nee, maar je mag ook meelezen. Tuurlijk, het is ook niet dat niet mag. Je hoeft ook helemaal niet altijd. Maar wij doelen meer op mensen van die binnenkomen en die vragen, ja, wat denken jullie, kan je me een prijsindicatie geven? En dan zeg ik, nou ja, ga eerst gewoon even je onderzoek doen. Ja, of moet ik deze coin kopen? Ik wil deze coin kopen, moet ik dat even doen? Of welke coin is een goede altcoin? Welke moet ik kopen? Zeg dus even, ja. Doe gewoon ook wel je onderzoek en weet waarom je dingen doet. Kijk, meelezen. Maar Monstral ja, is al vanaf... Mag juist, ja. Dat is toch. Nee, maar die is al heel lang op YouTube en zo zien we hem ook al. Dus we weten heus wel dat je er bent. Maar je hoeft ook niet altijd wat te zeggen. Ik zelf praat ook niet superveel in de Discord. Ik ben er wel en ik lees echt alles. Alleen ja, ik heb het ook gewoon druk. Ik heb ook gewoon allemaal andere dingen daarnaast. Nee, zulke vragen zal ik ook niet stellen. Nee, ja, dat is ook gewoon een beetje... Als je interesse hebt in crypto, dan vraag je ook dingen waar je in geïnteresseerd bent. Niet alleen maar... Omdat je denkt, oké, ik wil snel wat verdienen. Hey, welke coin moet ik kopen? Zeg maar even. Dikke gains. Zo werkt het niet gewoon. Zo werkt het niet. Heren. Of dames, als die aanwezig zijn. Druk nog even op die follow button op Twitch. Vinden we ook leuk. Abonneer sowieso op ons kanaal op YouTube. Nog heel even wachten. We zijn aan het aftellen. We zijn echt aan het aftellen, want we willen gewoon weer live kunnen op YouTube. We willen gewoon bijna alles wat we doen en wat we door de week opnemen, live kunnen doen. Ja. Net als van de week. Koers, prijsactie, bam, willen we live gaan en gewoon gelijk dat iedereen die pop-up krijgt van YouTube, boom, daar gaan we weer. Maar ja, we kunnen nog steeds niet live op YouTube. Zit eraan te komen. 3 weekjes en dan gaan we dat groots vieren. Absoluut. Gaan we dat groots vieren. Dat moet gewoon runnen weer. Bedankt voor het kijken iedereen. Ja, Discord had je al gelinkt. Discord had ik gelinkt. Join de Discord. Abonneer op ons kanaal. Wil je een berichtje krijgen als we een nieuw filmpje posten of dadelijk live gaan? Dat druk is. Even op die bel. Krijg je een berichtje als we iets nieuws plaatsen of live gaan? Ben benieuwd of er nog een duimpje naar beneden komt. Ja, die duim is er altijd. Ik weet niet van wie die is, maar die is er altijd. Ja, nou ja, het zij zo. Gelukkig zijn de duimen omhoog meer. Thanks voor de stream. Jullie bedankt voor het kijken en voor de support. En ik zeg tot de volgende keer. Later. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You
door. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words. Among the stars, let me